Heb jij dat nou ook wel eens? Dat je een document wilt maken, maar eigenlijk, je krijgt het gewoon niet voor elkaar. Het ziet er niet mooi uit, je loopt in Word te clearen, je bent misschien met Photoshop bezig, maar het lukt gewoon niet. Dan is dit filmpje perfect voor jou. Ik ga je laten zien in InDesign hoe jij een zo mooi mogelijk document op kunt maken. Hoe alle basiselementen werken van InDesign. En ik beloof je dat jij aan het eind, als jij nog niks van InDesign wist, weet hoe je nu een mooi PDF kunt maken. Hoe jij kunt zorgen dat al je klanten precies kunnen zien wat jij doet. En dat jij hun informatie kan geven op een prachtige manier. Ik hoop dat je er wat aan hebt en ik wens je heel erg veel succes. Laten we beginnen. Ik zal even laten zien wat we gaan maken. We gaan dit documentje namaken. Of in ieder geval ongeveer, zodat je een idee krijgt hoe je alles kan doen in InDesign. Dit is de basis van een PDF wat wij hebben, maar hij ziet er iets anders uit. Maar we hebben hem eventjes voor je nagemaakt, zodat allerlei verschillende elementen aan bod komen. Maar goed, we gaan natuurlijk beginnen met een leeg ding en we gaan hem ongeveer namaken. Wat er gaat gebeuren is dat je als eerst een nieuw document opent. Dat doe je door hier opnieuw te klikken. Appeltje N kan ook wel. En dan heb je hier verschillende opties. Je kan hier van alles aanpassen. We klikken even op A4. Dan vervolgens, dit vind ik persoonlijk prettig. Hoeft niet per se, maar zet ik deze altijd even op 0. En als je erover denkt om het document wat je gaat maken te laten afdrukken, dan moet je het hier even op 3 mm zetten. Zorg dat hij overigens allemaal ze even pakt, al deze 4 hoekjes. Dat kan je doen door deze link. Voor de rest kan je de instellingen gewoon laten staan zoals ze staan. En dan gaan we op maken klikken. We hebben nu een leeg document en we gaan als eerst beginnen met de tekst. De tekst is eigenlijk best wel simpel. En je kan er ontzettend veel leuke verschillende dingen mee doen. Klik op de T zoals ik zojuist deed en dan typ je hier een tekst. Dus bijvoorbeeld adverteren 2017, 18, 17, net wat je wil. Laten we voor 2018 gaan. Vervolgens selecteer je de tekst en ga je een lettertype kiezen waar jij blij van wordt. Wij kiezen hier voor Christmas tekst roman. Vervolgens vind ik het zelf fijn om mijn letters in dit geval wat verder uit elkaar te hebben staan. Dat doe ik door bij dit stukje deze op 200 te zetten. Dan gaan ze mooi uit elkaar staan, zonder dat je allemaal spaties toe moet passen of dat soort gekke dingen. Ik wil hem graag in het midden hebben staan, dus ik klik hier op centreren. Dan zou ik het ook nog heel fijn vinden om het net even iets zachter te maken qua kleur. Dit zijn de basiskleuren die er altijd in staan en hier kun je zelf mee aan de slag gaan. Dat doe je door op deze streepjes te klikken. Een nieuwe kleurenstaal en vervolgens zet ik hem op 80. Je kan hier allerlei verschillende kleuren van maken door lekker te schuiven. Je hebt hier een bibliotheek die zojuist tevoorschijn kan en daar kan je ook kleuren toevoegen per project waar je bijvoorbeeld mee bezig bent. Ik wil graag dat hij in het midden gaat staan, dus ik versleep hem en dan zoek ik altijd even naar het roze lijntje. Dat betekent dat hij in het midden staat. Ik zet hem even gewoon dat de tekstbalk zo hoog is als de tekst zelf. Nu vind ik zelf altijd een beetje irritant dat de blauwe balkje eromheen staan. Dat is handig als je aan het werk bent, maar als je wil weten hoe het eruit ziet, vind ik dat altijd wat minder. Dat kan je veranderen door bij deze met het rode streepje te klikken. En dan gaat hij zoals je hem dus daadwerkelijk straks ziet. Je kan het ook doen door hem vast te houden en dan opzij te schuiven en dan zie je verschillende opties. Maar ik zet hem altijd even op afloopgebied. Of voor vertoning kan ook, dan heb je zonder de 3 mm snijruimte. Dit randje dus wat je hier ziet, dat is een randje wat wordt gebruikt op het moment dat je gaat drukken. Maar dit wordt dus niet meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Dus het zorgt ervoor dat je moet rekening houden dat tot het zwarte lijntje gaat je ontwerp. Maar dit is er om te zorgen dat het netjes wordt afgedrukt en dat, dat je geen witte lijn ernaast krijgt. Helemaal goed. We hebben adverteren 2018 staan en dan gaan we nu een foto importeren. Dat doe ik door appeltje D, maar je kan het normaal gesproken, maar je kan het ook doen door bij bestand naar plaatsen te gaan. Dan gaan we naar de Dropbox. Dan heb ik hier foto's staan.
En dan kies ik bijvoorbeeld, eventjes kijken waar ik in de foto had. Hier. Even spieken. Dan kies ik bijvoorbeeld voor deze foto. En dan doe ik op oké of op enter. En dan zet ik hem erin. Nou, vind ik hem nu nog even iets te groot. Dus zet ik hem op 70%. Dat doe ik hier zo overigens. Je houdt dus de foto geselecteerd. Dat zie je aan die blauwe lijntjes. En dan vervolgens verplaats je dit van 70, van 100 naar 70. Nu staat hij weer op 100. Omdat dat de huidige grootte is. Je kan hem dus nu ook bijvoorbeeld weer naar 70 of naar 50 of naar 90 doen. En zo kan je spelen met de grootte. Deze zetten we vervolgens... Zet ik even in het midden. Zoals je ziet, nu heb ik alleen de roze lijn van het midden van de breedte van de pagina. En nu ook de roze lijn van de hoogte van de pagina. Staat hier mooi in het midden. Ik ga nu het logo toevoegen van de confetti. En dat doe ik bij Confetti Collective. En dan pak ik hem hier even bij. En doe ik ook weer open of enter. Nou, dan zie je hier nu ook weer dat er iets aan mijn muisje hangt. Namelijk het logo. En die ga ik dan eventjes wat kleiner maken. Nou, soms moet je ook even een beetje spelen. Dat je even een beetje kijkt hoe groot wil ik hem nou precies hebben. En dan zet ik hem weer in het midden. Dan check ik even of deze inderdaad... Kijk, die stond dus niet, had ik helemaal niet helemaal goed in het midden gedaan. Dus die zet ik nu nog eventjes goed. Nou, en ik vind het logo zo wel goed. Iets nog omhoog. Perfect. Deze mag voor mij eigenlijk nog wel ietsje breder. Vind ik wel mooi. Dus ik ga hem op 300 zetten. En dan gaan we lijntjes toevoegen. Dat doen we bij deze. Naast de T vind je de lijn. En dan gaan we een lijntje trekken. Waar je op moet letten is dat die recht zit. En als je nu zie je natuurlijk dat die schuin gaat. En als die recht helemaal recht is, dan loopt het lijntje helemaal strak. Nu denk ik het is fout. Ik verschoof nog even iets. Dat is altijd op een gewone computer ietsje makkelijker als op een laptop. Maar als je hem eenmaal hebt, dan is die helemaal goed. En ik zet het lijntje even op 0,25. Ik hou altijd van smalle lijntjes. Zo. En wat ik nu deed is dat ik hem kopieerde. Dus ik had hem geselecteerd en daarna deed ik Ctrl-C, Ctrl-V. Maar dit kan je ook doen door... hier kopiëren en plakken te doen. Zo. Nu hebben we de basis hiervan hebben we staan. Stel dat je dit nog een kleurtje wil geven. Dan selecteer je hem. En dan zeggen we bijvoorbeeld, we gaan even zelf een kleurtje samenstellen. Ik wil dat die... maak er wat moois van, hè. Vinden we mooi. Nou, zo speel je dan een beetje ermee. Kan je, zoals je ziet, verandert hier van alles. Ik wil een beetje lichter. Ik wil hem toch nog ietsje blauwiger. Ik vind dit een prachtig kleurtje. Deze kleur is nu ook gelijk toegevoegd aan mijn stalen bibliotheek. Dus die staat hier ook bij. Dat is helemaal mooi, want dan kan ik vervolgens zorgen dat deze lijntjes ook dezelfde kleur krijgen. Zo bijvoorbeeld die toe. Deze. Wat je nu nog ziet is dat deze twee lijntjes niet even hoog staan. Dit ga ik dus even verplaatsen. En op het moment, nu zie je dat hij twee groene lijntjes aangeeft, zegt hij, hey, dit is dezelfde hoogte. Hij staat mooi in het midden, dus dan kan ik hem daar neerzetten. Je kan hem uiteraard ook iets verder weg doen. Dat als ik zeg, nou ik wil hem toch maar ietsje meer naar beneden. En dan versleep ik deze. En dan kijk ik ook weer totdat hij zegt, hé, hij is even hoog. Perfect. Nou, dan kijk ik nog even of ik hem nog iets naar beneden wil. Ja, de eerste pagina is af. Helemaal goed. Wat we nu gaan doen is dat we een volgende pagina gaan maken. En... met deze pagina is het van belang dat je even een paar instellingen gaat doen. We gaan hier op de streepjes klikken en dan deze twee vinkjes, die moet je even uitzetten. Vergeet dat niet, want anders kan alles nog wel eens gaan verspringen. Vervolgens pakken we bij Astramine een pagina
En die zetten we eronder. En die er tegenaan. Je kan overigens ook in één keer dus alle twee pakken. En dan heb je twee lege dingen er staan. Oké, op naar de volgende pagina. Dit hebben we. En nu krijgen we dus deze twee. Wat we hier gaan doen is we gaan een foto doen en een voorwoord. Als eerst gaan we weer Apple Today of importeren. Confetti Collective, foto's, blog, documentatie. Waar staat hij ook weer? Daar. Zoals je ziet kan ik nog wel ietsje beter ordenen. Dat is niet echt mijn sterkste kant. Even kijken. Nou, deze foto is van Reza. Prachtige foto overigens gemaakt door Cela Fotografie. Deze gaan we even gebruiken voor dit document. Ik zet hem even op 40%. Vind ik hem eigenlijk iets te klein. Dus ik ga even terug. Dat doe ik door appeltje Z te doen. Je kan ook bij bewerken ongedaan maken doen. Even 60% gaan we ervan maken. En ook hier zet ik hem eventjes in het midden. Ik spiek even terug hoe ik hem hier heb gemaakt. Ja, precies. Wat we nu gaan doen is dat we gaan zorgen. Dit is een vierkante foto, maar ik ga hem even langwerpig maken. Sorry Tirza. Hij is prachtig vierkant, maar voor ons document komt dit even mooi uit. Even kijken. Overigens op het moment dat je officiële foto's hebt gekregen van een fotograaf die foto's voor jou heeft gemaakt, mag je ze niet zomaar veranderen. Check dit altijd eventjes bij de fotograaf of dit mag en of dit oké is. Dus in dit geval zou dit een officieel document kunnen zijn. Of zijn, dan gaan we dat uiteraard ook even bij Tirza navragen. Of ze daar oké mee is. Bij eigen foto's kan je daar natuurlijk, mag dat natuurlijk wel, kan je mee doen. En laat wat je zelf wil. We gaan de tekst maken. We maken een tekstvlak. De exacte grootte maakt nu nog niet zo heel veel uit. Om nu niet heel lang te gaan zitten typen, gaan we hem even vullen met neppe tekst. Dat doe ik door bij tekst te klikken op vullen met plaatsaanduiding. Nou, dan zie je de tekst tevoorschijn komen. Ook hier weer gaan we de tekst even ietsje aanpassen. Dus ik ga hem weer op Chrismon zetten. Roman. Ik wil dat hij 11 is qua lettertype grootte. En ik wil dat die 100 uit elkaar staat. We maken hem nog even, selecteren hem nog even en ik maak hem ook nog eventjes grijs. Zo, die tekst staat. Uiteraard kunnen we hem uiteindelijk, ga je hem helemaal zelf vullen met teksten die je er wel toe doet. In plaats van deze mooie neppe tekst. Ik wil een titeltje erboven en dat doe ik door deze weer te pakken. En dan vervolgens deze ook hier neer te zetten. En dan zeg ik ja. Hello you guys. Nou goed, dat is even snel verzonnen. Daar moet je natuurlijk zelf weer wat leuks voor verzinnen. Wat handig is, nu heb je twee verschillende soorten teksten met andere details. Andere manier van invulling, omdat natuurlijk de ene heeft 100 ertussen, de ander heeft 300 tussen de letters. Wat handig is om het even te selecteren. En dan ga je naar tekenstijlen. Zie je deze nou niet? Bij venster kan je dit doen. Bij stijlen. En dan kan je tekenstijlen aanklikken. En dan komt hij ook tevoorschijn. Zo kan je overigens daar kan je alles opzoeken wat je nodig hebt. Tekenstijlen. Streepjes. Nieuwe tekenstijl. En dan zet ik tekst. Dan selecteer ik hem nog eventjes. Dit zorgt ervoor dat als ik straks een nieuw stukje tekst ga doen, dat ik dan weer deze kan selecteren en dan staat hij gelijk goed. Dan hoef ik dus niet elke keer weer alles opnieuw in te stellen. Nou, dat ga ik met de titels ook eventjes doen. Nieuwe tekenstijl, titel, titel. En ook die weer eventjes selecteren. Deze zet ik dus ook eventjes op titel. Helemaal goed. Wat nog leuk is om hier bijvoorbeeld onder te zetten, liefst Reza, dus dat gaan we eventjes doen. Daar pak ik deze dan eventjes voor. Maar dat is puur omdat die even klein is, dus dat vind ik even makkelijk.
Want ik ga hem zo weer aanpassen. Kun je gelijk zien wat er gebeurt. Ik doe nu dus tekst. En dan zie je hem gelijk klein worden. Kijk. En doe ik liefst. En die liefst, die zet ik even helemaal rechts. Door hier zo op rechts uitlijnen te klikken. Nou, ik vind de tekst nu een beetje lang eigenlijk. Dus wat ik ga doen is dat ik de tekst even iets ga inkorten. Haal ik gewoon eventjes weg. En dan doe ik deze zo. Nou, je zal zo zien dat die niet exact is als het document hiervoor. Maar dat geeft niet. Het gaat er natuurlijk om dat het even een beetje een inspiratiedingetje is. We hebben hier dus liefst staan. En dan wil ik nog dat Reza in schrijflettertype eronder komt te staan. Je kan allerlei soorten lettertypes downloaden. Je hebt bijvoorbeeld Google Fonts waar je heel veel kan downloaden. Ik gebruik nu eventjes onze font van de Confetti Collective. Even kijken. En daar maak ik 30 van. Dan schrijf ik even Reza. En deze mag dan voor mij weer op 0. En dan maak ik hem groen. Ik wilde 70. Onze font heeft twee verschillende opties. Ik vind deze nu even mooier. Voor dit geval, in dit geval in ieder geval. Liefst Reza. Hij is nu weer wel een beetje aan de grote kant. Dus ik maak hem nog even 60. En wat dan bijvoorbeeld leuk kan zijn om dat ietsje schuin te zetten. Dus dat doe je door aan zo'n hoekje te draaien. Totdat je de pijltjes gedraaid ziet zijn. En dan draai je hem. Helemaal goed. Even spieken. Ja, dat kan je natuurlijk nog bijvoorbeeld in het midden zetten. Maar voor de rest komt het redelijk overeen. Hiervoor is eigenlijk gewoon precies hetzelfde qua basisdingen. Maar wat daar nog anders is, dus dat zal ik nog eventjes laten zien. Dan kopieer ik eventjes deze spullen. Doe ik appeltje A, dan kopieer ik alles. Appeltje C... En dan zet ik dit eventjes hier neer. Even kijken dat het in het midden staat. Dat kan je ook zien. Doordat nu de witte hier zo. Dit is nu wit en dat staat precies op de lijn. Dat is het midden van de documenten. Klopt trouwens overigens niet helemaal. Dus dat nu niet helemaal netjes. Maar dat komt omdat het niet helemaal goed verdeeld is. Kijk dan vervolgens even, want deze foto moet dus nog iets meer naar het midden. Check dat eventjes dat alle lijnen een beetje even breed zijn. Of in ieder geval, als je dat mooi vindt. Hier social, dan kun je hier natuurlijk een hele tekst typen over het social gebeuren. Hou je dat weg, maak je deze foto nu wel wat langer. Dus dan doe je nog wat tekst erbij. Ik kan heel snel typen. Vervolgens gaan we hier een andere foto plaatsen. Een foto van de social updates. Nou, laten we even een andere foto doen. Want die kan ik even zo snel vinden. Dus, nou. Stel je even voor dat dit een Instagram foto is. Hier heb je een foto. Maar nu kan je een foto hebben waarvan je zegt van... Hé, maar ik wil eigenlijk een achtergrondje erachter. Wat je gaat doen, je gaat in deze rechthoek staan. Je selecteert het vlak wat je wilt hebben. Nu zit ik hier net niet op, netjes op het lijntje, dus dan pak ik hem even opnieuw. En dan geef je hem een kleurtje. Ik wil dat heel licht grijs worden, dus ik maak even een nieuw kleurtje aan. Ik zeg dat ik bijvoorbeeld, hij mag 9 van mij worden. Zo, heel licht grijs. Maar nu zie ik de foto niet meer. Dus wat ik doe, is ik doe mijn rechtermuisknop. En dan doe ik schikken naar achtergrond. En tadaa, daar is het plaatje weer. Zo kan je dus ook achtergronden plaatsen. Dit kan overigens ook achter de tekst. Op het moment dat het op één pagina zit, kan je een vlak wat naar achter is geplaatst altijd achter andere dingen zetten. Stel dat ik dit vlak nu naar boven haal. Dan gaat hij er weer voor staan. Dus let er altijd even op dat je hem dan weer naar achter zet.
Oké. Ja, wat dan nog leuk is om te weten, is het maken van kopjes. Is ook helemaal niet moeilijk, maar ik laat het eventjes aan jullie zien. Dus je maak even wat ruimte. Maak even een paar entertjes. Deze mooie neppe tekst. Kopjes. Wat ik dan doe is bijvoorbeeld titel. Ik schrijf nu met hoofdletters, maar je kan het ook met kleine letters schrijven. En ik selecteer hem en ik maak hem bold. Stel nou dat je een tekst hebt geschreven met kleine letters, maar je wilt hem in hoofdletters. Selecteer de tekst en dan kan je hier op kapitalen drukken en dan wordt het hoofdletters. En ook deze kan je uiteraard bijvoorbeeld een kleurtje geven. En je zegt, maar ik wil deze wel 300, 400, 300. Nou, dit is dan een titel. En wat ik vervolgens dus weer doe, is dat ik een tekenstijl geef. Titel 2. Nou, als ik hier dan titel en titel schrijf en ik doe de tekenstijlen, dan past hij hem gelijk aan zoals ik wil. Perfect. Door naar de volgende. We gaan weer twee nieuwe pagina's toevoegen bij het A-stramien. Selecteer het A-stramien en dan wordt deze blauw. En dan totdat je hier een streepje ziet. En dan komen ze eronder. Overigens kan je hem ook zo via een nieuw blaadje. Oh nee, grapje. Dan krijg je een B-stramien. Dat is voor les 3. even kijken. We gaan deze pagina nog even maken. En dat gaat dan met name om de twee columns. Ik kopieer hier weer even de tekst. Nu doe ik alleen deze. Die zet ik op de linkerpagina in het midden. Stel nou, nu zit ik te twijfelen van, ja, hoe hoog had ik hem ook alweer? Wat ik dan wel eens doe als klein tipje, is dat ik een nieuw vlakje maak. En die doe ik dan vanaf de bovenkant tot mijn eerste element op de pagina. Vervolgens kopieer ik die. Of knip ik hem. En die zet ik dan hier. Dan zie ik dat ik hem net niet helemaal goed heb uitgelijnd. Dus wat ik dan doe is dat ik hem weer selecteer. En ik zet hem eventjes. Geel. En dan haal ik hem even naar boven, zodat hij precies op dat randje komt te staan. En dan weet ik, oké, ik kan hem weghalen. Hij zit nu even hoog als bij de andere. Wat we nu dus gaan doen, is, ik schrijf hier dus even weer wat anders. Selecteer het even. We gaan nu er even twee columns van maken. En omdat we te maken hebben met prijzen, et cetera, zou ik aan willen bevelen om twee aparte tekstvlakken te maken. We gaan deze eventjes uithalen. En ik kopieer eventjes uit dit document. Dan hoef ik niet aan te typen. Dat is niet handig. Ik ga wel eventjes typen. Wat ik dus bijvoorbeeld advertorial, Facebook, post, social, Insta. Instagram post, social, totaal. Nou, kun je het onderzetten. 1 keer, 2 keer. Nou, je kan het ook helemaal zo invullen zoals je zelf wil. Dit is ook maar eventjes gewoon gebaseerd op niks. Even kijken hoor. Wat we dan gaan doen is, dan gaan we zorgen dat dit tekstvlak uitlijnt. Ik sleep hem daarheen. Ik wil hem ongeveer hier hebben. Zodat ik wel langere dingen erin kan tikken, maar dat hij niet helemaal doorgaat. Wat ik nu doe is, ik kopieer hem weer. En dan vervolgens heb ik hem hier staan. Haal ik dit eruit en ga ik hier eurotekentjes plaatsen. En zo kan je precies een mooie uitleiding maken. Ik ga deze iets dichter toe trekken, want ik hoef die nu niet zo breed te zijn. Deze kan wat dunner. Dat hij even een beetje wat meer in het midden gaat staan. Weer op zoek naar de roze. Zo. Nou,
Perfect, helemaal goed. Zo is die helemaal, helemaal mooi. En dan kan je hier natuurlijk weer een foto toevoegen. Dus bijvoorbeeld dit mooie plaatje. Maak het ook weer iets kleiner. Wat je bijvoorbeeld kan doen, als je zegt, nu ik wil alle foto's even groot hebben, is dat je de foto kopieert. Dus dan doe je bijvoorbeeld dit. Dan zet je die eroverheen en dan ga je hem ietsje kleiner maken, zodat hij past. Maar wat je ook zou kunnen doen, is om een leeg tekstvlak te maken. Dat zal ik maar even laten zien. Dan maak je een leeg vlak. Dus ik zeg bijvoorbeeld, ik wil dat de foto uiteindelijk zo groot gaat worden. Haal ik deze even weg. Selecteer ik dit. Doe ik ook weer appeltje D. Selecteer ik de foto. Klik ik op enter. En nu komt hij er zo in. Nu heb ik natuurlijk niet precies wat ik wil hebben. En hij is een stuk groter. Dus wat ik doe is ik dubbelklik. Dan krijg je een bruin randje. Die slip ik naar de rand toe. En dan ga ik hem hier kleiner maken. En ook hierbij is hij dan eigenlijk niet helemaal goed. Dus dan slip ik hem nog iets omhoog. Zo, stel nou dat ik dit bovenste gedeelte er wel bij wil hebben, dan doe ik hier twee keer dubbel klikken en dan wordt hij zo lang. Super! Nou, ik hoop dat je hier een beetje wijzer uit wordt. Eigenlijk heb je nu dus alle elementen voor tekst en afbeelding die in ieder geval nodig zijn voor een basisdocument heb je gekregen. Mocht je nou nog vragen hebben, mocht er de dingen niet duidelijk zijn, laat het ons even weten. Wij helpen je graag verder. Succes! En als je iets hebt gemaakt en je bent er trots op, deel het dan zeker met ons. Daar worden wij weer heel gelukkig van. Oh ja, wat nog even belangrijk is, sla natuurlijk altijd je werk goed op. En doe dat ook tussendoor. Dat doe je bijvoorbeeld door bestand opslaan als of shift appeltje S op het moment dat je een document hebt opgeslagen een keer. Of gewoon appeltje S op het moment dat je hem voor de eerste keer gaat opslaan. Confetti Collective, sluit hem dan ergens op waar jij hem graag zelf wil hebben. Dit is mijn Dropbox map. En daarin kan ik zowel op mijn grote, op mijn iMac als op mijn laptop. Dus dat is, vind ik zelf echt ideaal. Dan sla ik hem op bij documentatie en dan voorbeeld InDesign. En dan doe ik bewaar. En dan is hij opgeslagen. Je kan hem exporteren, dus een PDF ervan maken of een JPEG of iets anders, door appeltje E te klikken. En dan vervolgens kan je hem hier weer opslaan. De naam pakt hij al. Hier staat hij op PDF afdrukken. Maar je kan ook bijvoorbeeld op JPEG, op PNG of op andere dingen. Maar ik doe even PDF afdrukken. En dan doe je bewaar. Krijg je deze. Wil je dat de pagina's naast elkaar blijven staan, klik dan op spreads, anders los pagina's. En ik vink deze altijd eventjes aan, want dan komt hij gelijk tevoorschijn. Ik exporteer hem. En tada, daar is hij. Nou, super. Hij is ietsje anders, maar alle elementen zitten erin. Ik wens jullie heel veel succes. En nogmaals, als je vragen hebt, laat het ons weten, want wij zijn er heel graag voor. Succes!